De gemeente Rijnwaarden en de politie werken samen om het aantal woninginbraken terug te dringen. Wanneer een inbraak heeft plaatsgevonden, zal de politie dit melden aan de gemeente. Rijnwaarden zal vervolgens omwonenden middels een smetbrief informeren. Zo staat in de brief de plaats, dag en uur van de inbraak vermeld. Buurtbewoners die iets verdachts hebben waargenomen kunnen zich dan melden bij de politie. Ook staan er in de brief praktische tips om de inbraakkans te verkleinen. De meerderheid van de gemeenteraad in Duiven stemde maandag tegen één Liemerse gemeente. Daarom komt er voorlopig geen fusie met de omliggende gemeenten Zevenaar, Rijnwaarde en Westervoort. Duiven ziet meer in de samenwerking met alleen Westervoort en wil dat nu verder onderzoeken. In alle vier de gemeenten werd maandagavond vergaderd over een eventuele fusie. Rijnwaarde, Zevenaar en Westervoort staan nog wel open voor één Liemerse gemeente. Alten heeft geluidsnormen vastgesteld voor feestdagen. Dinsdagavond heeft de gemeenteraad besloten dat woningen rond cafés tijdens feestdagen als Koninginnedag maximaal 90 decibel belast mogen worden tussen 8 en 12 uur s'avonds. avonds. Dat geluidsniveau wijkt af van het voorstel van burgemeester en wethouders van BMW, die wilden na middernacht maximaal 70 dB toestaan. Na 2 uur midden in de nacht is 85 dB toegestaan. Overdag tot s'avonds avonds 8 uur zijn geen geluidsnormen vastgesteld. Het Nederlands kampioenschap Knikkeren ging woensdagmiddag van start in Didam. Iedereen uit groep 3 tot en met 8 van de basisschool die kon meedoen aan het toernooi. De wedstrijden begonnen rond half 2 op het plein voor het gemeentehuis in Didam. Tot en met juni zijn er op verschillende plaatsen in het land wedstrijden. Zaterdag 22 juni is de grote finale in Dierenpark Amersfoort. Het kampioenschap Knikkeren werd dit jaar voor de twaalfde keer georganiseerd.